je kan. Loop het niet altijd mee, wat komt er erop aan? Het jaar 1940 begon met een strenge winter. Het vroor wekenlang bijzonder hard en de Waddeneilanden raakten door ijsgang geïsoleerd. Op Ameland en Schiermonnikoog werd de post per vliegtuig bezorgd. Eind januari werd voor de zesde maal een elfstedentocht gereden. Van de bijna 700 deelnemers volbrachten er slechts 125 de tocht. Of Friese doorlopers, dat wel. Er waren vijf winnaars die broederlijk tezamen over de eindstreep kwamen. Het Nederlandse leger maakte ook gebruik van de strenge winter. In de inundatiegebieden, die voor de verdediging van de vesting Holland onder water waren gezet, werden tankhindernissen van ijs gebouwd. In verband met de oorlogsdreiging was het leger al sinds augustus 1939 gemobiliseerd. Het soldatenleven was dan ook onderwerp van vele liedjes die uit volle borst werden meegezongen met organist Cor Stijn. En nu een liedje dat Louis Noiret op zijn geweten heeft. U weet wel, van die gestolen sokken. En wat er nu komt, dames en heren, behoeft u niet te vragen. Vraag niet, mijn jongen, van Lou Bendy. Langs de oostgrens van Nederland werden stevige prikkeldraadversperringen aangelegd. Want Nederland was weliswaar angstvallig neutraal, maar Duitsland was het jaar tevoren Polen binnengevallen en Hitler sloeg steeds krijgshaftiger taal uit. Inmiddels kregen leger en vloot een nieuwe opperbevelhebber. Want generaal Reinders had duidelijk gemaakt dat hij zich niet kon verenigen met het krijgsbeleid van de regering. Als opvolger van generaal Reinders is generaal Winkelman benoemd tot opperbevelhebber van land- en zeemacht. Voor het betreden van het gebouw waar de generale staf is gezeteld, inspecteert de nieuwe opperbevelhebber de wacht. In maart inspecteerde koningin Wilhelmina enkele stellingen van de landmacht. Het leger stond paraat tegen een eventuele Duitse inval, maar het werd steeds duidelijker dat de bewapening door jarenlange bezuinigingen sterk was verouderd. Het werd lente en ondanks alle dreigingen uit het oosten was er nog steeds niets gebeurd. In Amsterdam hield de Amerikaanse autofabrikant Ford een voorjaarstentoonstelling met de allernieuwste modellen.
En het populaire duo Snip en Snap liet een voorproefje zien van hun nieuwe theaterprogramma dat in september in première zou gaan. U drijft me tot het uiterste, ik heb er nou genoeg van. Ja, juffrouw, maar luister nou eens even. Ik luister niet meer, juffrouw. Jaar in, jaar uit sta ik hier maar naast u en ik luister maar en u kwebbelt. Nou kwebbel ik en dan moet u eens luisteren. Nou, juffrouw, ik hang aan uw lippen. Luistert u? Ik schei ermee uit. U ziet me nooit meer terug. Jazeker, maar dat kan niet. Wij hebben een contract. Een contract is om te gillen. Dat is geen contract. Dat is een non-agressiepact. En ik zeg het op. Morgen is uw verleden tijd. Een herinnering. Er was er eens. Een vetvlek. Dus dat wil zeggen dat u mij in de steek laat? Voor goed. Voor eeuwig. In april werd in het Olympisch Stadion in Amsterdam de voetbalwedstrijd Nederland-België gespeeld. Het Nederlands elftal met onder andere Arie de Vroet, Abel Lenstra en Bertus de Harder behaalde een overtuigende 4-2 overwinning. Op 30 april, op haar verjaardag, maakte prinses Juliana een rijtour door Den Haag. Samen met prins Bernhard en de prinsessen Beatrix en Irene. Nog geen 2 weken later vielen de Duitse troepen Nederland binnen. Vliegvelden werden gebombardeerd, parachutisten landden bij bruggen en andere vitale punten. Op de Grebbeberg, bij de Moerdijk en bij Kornwerderzand werd hevig gevochten. Binnen enkele dagen werd duidelijk dat het Nederlandse leger niet was opgewassen tegen de overmacht van de Duitsers. Koningin Wilhelmina en de Nederlandse regering verlieten het land en weken uit naar Londen. De ongelijke strijd eindigde met een drama. Ondanks het feit dat Rotterdam zich al had overgegeven, werd de stad toch gebombardeerd. Een Duitse vergissing die 900 burgers het leven kostte. 80.000 Rotterdammers werden dakloos en de binnenstad stond nog dagenlang in brand. Op 15 mei capituleerde het Nederlandse leger. De Duitsers waren nu heer en meester. Zwijgend stonden de Amsterdammers langs de kant toen de Weermacht de hoofdstad binnentrok. Maar NSB'ers en andere Duitsgezinden brachten de nazi-groet en deelden snoepjes uit aan de soldaten. Tijdens de strijd in de meidagen waren meer dan 2000 Nederlandse soldaten gesneuveld en werden grote verwoestingen aangericht. Direct na de capitulatie mochten Nederlandse journalisten onder leiding van Duitse militairen de plaatsen bekijken waar die gevechten zich hadden afgespeeld. De Duitsers stelden direct een omvangrijk bezettingsapparaat in. Aan het hoofd daarvan kwam de Oostenrijker Seyss Inquart, die op 30 mei in de Ridderzaal werd geïnstalleerd als Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden. En het is voor ons, voor jeden heute lebenden Deutschen, das höchste Glück, Vollstrecker des Willens, des Führers und der Mitte der Geschichte zu sein. Sieg! In die geest werd onmiddellijk begonnen met de zogenaamde gelijkschakeling.
Ook in Nederland moest de maatschappij helemaal gericht worden op de nationaal-socialistische ideeën. Dat gold in de eerste plaats voor de publiciteitsmedia. De kranten en de radio kwamen onder Duits toezicht en de bioscoopjournaal onderging eenzelfde lot. Polygoon fuseerde met het concurrerende Profilti en samen werden ze ondergebracht bij de Duitse filmmaatschappij Tobis. Vanaf juni 1940 heette het bioscoopjournaal Tobis Hollands Nieuws en het werd in alle bioscopen verplicht vertoond. Het journaal bevatte nu alleen nog maar onderwerpen die de Duitsers wel gevallig waren. Zoals de vrolijke terugkeer van Nederlandse militairen uit Duitse krijgsgevangenschap. Maar nadat het leger was ontbonden, bleek dat er voor tienduizenden soldaten geen werk was in de burgermaatschappij. Zij konden terecht bij de Nederlandse Opbouwdienst, een door de Duitsers in het leven geroepen organisatie die allerlei werkzaamheden moest verrichten. Loop het niet altijd mee, wat komt het erop aan? Die vrijwillige opbouwdienst was de voorloper van een verplichte arbeidsdienst die naar nationaal-socialistisch model zou worden ingericht. Maar ook in de opbouwdienst werd er al veel en ferm gezongen. 3, 4. Maar zo goed ging het nou ook weer niet. De Duitse bezetters hadden het grootste deel van de Nederlandse benzinevoorraad in beslag genomen en vanaf juni 1940 kregen de particuliere autobezitters geen benzine meer. Om toch te kunnen blijven autorijden werden de meest vreemdsoortige constructies bedacht. Sommige auto's liepen op keukengas, waarvoor een enorme gasballon op het dak werd gemonteerd. En de bekende autocureur Maus Gatsonides ontwikkelde een houtgasgenerator die met houtblokken werd gestookt. Nog zo'n uitvinding. Een motorfiets aangedreven door een stoommachine. Een echte stoomfiets dus. De brandstof voor vrachtauto's, autobussen en taxis werd drastisch gerantsoeneerd. Maar ook daar was een oplossing voor. De fietstaxi werd in de grote steden een populair vervoermiddel. En oude tijden keerden terug. In Amsterdam werd de paardenomnibus weer van stal gehaald. In het Amsterdamse Concertgebouw werd eind 1940 de oprichting van Vreugde en Arbeid gevierd. Een welzijnsorganisatie voor de vakbonden, geheel volgens nationaal-socialistisch principe. Want de Duitsers hadden de vakbonden al in een stevige greep. Het NVV was gelijkgeschakeld en zou spoedig met de andere werknemersorganisaties worden ondergebracht in het Nederlands Arbeidsfront, dat geleid werd door de NSB'er Woudenberg. Ik begroet u allen en in het bijzonder de heer Rijkscommissaris, de vele Nederlandse en Duitse leidende persoonlijkheden en die aanwezigheid is voor mij en mogen ook voor u het bewijs zijn
dat de gebeurtenis van deze avond, die als het ware is het doopfeest van de gemeenschap vreugde en arbeid, een nieuw tijdperk inluidt van daadwerkelijk socialisme. Vreugde en arbeid waren ver te zoeken voor de honderdduizenden werklozen in ons land. Zij leden het meeste onder de voedselschaarste en de distributie. Want de bezetters hadden een groot deel van de voedselvoorraad naar Duitsland afgevoerd. Alles was nu op de bon en de prijzen stegen voortdurend. Voor degenen die het moeilijk hadden, werden gaarkeukens ingericht, waar ze eenmaal per dag een warme maaltijd konden halen. De meeste Nederlanders hadden nog geen gebrek, maar sommige dingen waren lastig. Zo moesten de huizen 's avonds en 's nachts verduisterd worden, zodat geallieerde vliegtuigen zich niet konden oriënteren. En ook op straat was het pikdonker. En zo ging men dus het tweede oorlogsjaar in, tastend in het duister. Collecte voor Winterhulp Nederland, een organisatie die door Sijs Inkwart naar Duits voorbeeld was opgericht om de behoeftigen te steunen. Het nationaal-socialistische regime manifesteerde zich zo met een vriendelijk gezicht. Maar de Nederlanders waren niet erg enthousiast. De collectanten bestonden voornamelijk uit Duitsgezinden en NSB'ers en de opbrengst viel zwaar tegen. Grimmiger was het optreden van de WA, de zwart geuniformeerde weerafdeling van de NSB. De Nederlandse nationaal-socialistische beweging was kort voor de oorlog nog slechts een splinterpartijtje. Maar tijdens de eerste jaren van de bezetting groeide het ledental en de NSB'ers konden zich nu ook voluit manifesteren. De WA hield zich voornamelijk bezig met straatterreur, vooral tegen Joden. In februari 1941 brak op het Waterloopplein een vechtpartij uit tussen provocerende WA'ers en Joodse Amsterdammers. WA-man Koot werd daarbij zo zwaar gewond dat hij enkele dagen later overleed. Hij werd als een held begraven. De Duitsers grepen deze gebeurtenis aan om in Amsterdam razzia's te houden op Joodse mannen. De Amsterdamse bevolking ging daarop spontaan in staking. Maar die februari-staking werd door de bezetters in bloed gesmoord. Er vielen 9 doden en tientallen gewonden. Rijkscommissaris Sijs Inkwart reageerde op die gebeurtenissen met een toespraak in het Concertgebouw. Amsterdam. En enige steden hier in Noord-Holland waren voor kurzem de schauplaats van Umtrieben die zich tegen die öffentliche Ordnung en die Sicherheit des öffentlichen Lebens gerichtet haben. Wenn die Niederländer sich das gefallen lassen, würden sie schließlich abermals in ihrer Gesamtheit die Folgen eines solchen Verhaltens zu tragen haben. Aber das gilt für das niederländische Volk. Und die Juden werden von uns nicht als ein Bestandteil des niederländischen Volkes angesehen. En toch werd er in februari 1941 ook weer een Elfstedentocht gereden. Winnaar werd Auke Adema. Sneek met zijn beroemde waterboer is op één na de laatste stad. Adema gunt zich nog even de tijd om de inwendige mans te versterken. Hij heeft nu nog 24 kilometer voor de boeg.
Leeuwarden. Arewa passeert als eerste de finish. Hij heeft de 200 kilometer met een gemiddelde snelheid van 21 kilometer per uur afgelegd. Het populaire dansorkest Ramblers bleef optreden, speelde voor de radio en maakte grammofoonplaten. Maar er was voortdurend kritiek van de NSB, die vond dat de Ramblers eigenlijk jazz speelden en dat was volgens de nationaalsocialisten verfoeilijke muziek. Ik heb me weten aan te passen bij de nieuwe tijd. Ik ben mijn kamer kwijt, maar ik heb geen spijt. Want al is ons wereldje gedeeltelijk ontwricht, ik heb een leegstaand keukentje geriefelijk ingericht. Ik heb een keukentje en een fornuis. Dat is mijn kamertje, dat is mijn thuis. Maar het allerbest menu wordt geen succes. Ik mis in mijn keukentje alleen nog een prinses. Aanpassen aan de nieuwe tijd, dat deden de meesten wel, vrijwillig of onder druk. Ze lieten zich allemaal fotograferen voor het persoonsbewijs, dat iedere Nederlander boven de 14 jaar voortaan altijd bij zich moest hebben. In mei 1941 werden de persoonsbewijzen massaal uitgereikt. De Joden kregen een J in hun persoonsbewijs gestempeld, om hen te onderscheiden van de andere Nederlanders. Nederland wordt gedactyloscopeerd. De uitreiking der persoonsbewijzen is te Rotterdam in het Feyenoordstadion begonnen. Daartoe worden van iedere Nederlander vingerafdrukken genomen, zodat vergissingen of verwarringen in de vervolgen niet meer kunnen voorkomen. Dat persoonsbewijs was een uitstekend hulpmiddel voor de Duitsers en voor de Nederlandse politie bij de opsporing van verzetslieden, Joden en onderduikers. Nederlandse politiemensen paraderen voor de Duitse autoriteiten. Al direct bij het begin van de bezetting kwam de Nederlandse politie onder rechtstreeks bevel van het Duitse politieapparaat. De hogere politieofficieren werden vervangen door NSB'ers en de agenten kregen Duitse les. We zullen even herhalen wat we de vorige les behandeld hebben over een bepalend lidwoord. De verbuiging van het bepalend lidwoord die u allemaal begrepen zult hebben en die van groot belang is als fundament voor het leren van de Duitse taal. Dan wil ik graag de meneer Ols horen boven het is verboog het woord der Freund. Der Freund, des Freundes. Den Freunde, den Freund. In Schalkhaar bij Deventer kwam een opleidingscentrum waar Nederlandse politiemensen in nationaal-socialistische geest werden getraind. De hier opgeleide Schalkhaarders zouden berucht worden. In juni 1941 overleed de Duitse ex-keizer Wilhelm II, die in 1918 was uitgeweken naar Nederland en zich op Huize Doorn had gevestigd. Bij de begrafenisplechtigheid verscheen namens de Führer van het Groot Duitse Rijk Rijkscommissaris Rijksminister Dr. Seyss-Inquart. En namens het oude leger, de laatste veldmaarschalk van dat leger, generaal veldmaarschalk von Mackensen. Maar het leven ging door en Nederland genoot van sport en spel. Op de wielerbaan Groenewoud te Nijmegen wordt een sprintcriterium gehouden waaraan 3 wereldkampioenen deelnemen. De eerste manche wordt gewonnen door Van der Vijver.
De tweede door Derksen. En de derde door Van Vliet, die tevens algemeen winnaar wordt op punten. De sport kreeg tijdens de bezetting alle ruimte. Alles kon gewoon doorgaan. En ondanks de textielschaarste werden er ook nog modeshows gehouden. Nu het centrum der mode verlegd is van Parijs naar Berlijn en Wenen, geven de grote Duitse huizen een uitgebreide modeshow in Den Haag. En het badseizoen brak weer aan. Voor de laatste keer overigens, want kort daarna werd het Noordzeestrand door de Duitsers hermetisch afgesloten. Onder de waterspiegel van de Maas wordt hard gewerkt. De tunnellichamen, die men één voor één heeft laten zinken, vormen nu een aaneensluitend geheel. De tunnel voor het snelverkeer is het verst gevorderd. Daarin legt men de laatste hand aan verlichting en bekleding. De aanleg van de Maastunnel in Rotterdam was al voor de oorlog begonnen en werd in 1941 voltooid. Overal werd volop gewerkt, ook in de wegenbouw. Men is thans druk bezig met de aanleg van de autosnelweg Utrecht-Arnhem. Met alle beschikbare hulpmiddelen der techniek wordt er naar gestreefd het werk in den kortst mogelijke tijd te voltooien. Soms leek een oorlog en bezetting ver weg. Dan weer werd men er pijnlijk aan herinnerd. De 47e verjaardag van de leider der NSB wordt te Utrecht onder zeer grote belangstelling gevierd. Op het veemarktterrein inspecteert Mussert 6000 WA-mannen en 300 leden der Nederlandse SS. Het hoogtepunt van de dag vormt de bijeenkomst in het stadion, waar de leider wordt begroet door de jongste WA-man. Ik dank u voor de diensten die gij verricht voor het herstel van Nederland. Voor volk en vaderland, houd één! De NSB leek steeds machtiger te worden. Op allerlei belangrijke posten werden NSB'ers benoemd die ervoor moesten zorgen dat de Nederlandse maatschappij volgens nationaal-socialistisch model werd georganiseerd. De landbouworganisaties werden samengevoegd in de Nederlandse landstand en de NSB'er Roskam werd benoemd tot boerenleider. Boeren en vissers van Nederland. Gij die de drager zijt van de altijd oude en nooit versterven levenswaarden van ons volk. Gij zijt uitverkoren de baanbrekers te zijn voor de vrijheid en het recht van uw stand. Gij kunt met Gods zegen de voedselvoorziening van Nederland veiligstellen. Ik reken op uw aller medewerking en verwacht dat ieder zijn plicht zal doen. Rost van Tonningen, een fanatieke nationaal-socialist, werd president van de Nederlandse Bank. In de zomer van 1941 waren de gemeenteraden opgeheven en meer dan de helft van de burgemeesters werd vervangen door NSB'ers. Ook de provincies kwamen onder nationaal-socialistische leiding. Graaf de Marchand et d'Assembourg werd geïnstalleerd tot commissaris van de provincie Limburg. Een nieuwe tijd wordt evenals een nieuw mens in smachten geboren. Ik zou zo graag willen, mijn heren, dat u allen in deze nieuwe tijd, evenals ik, met een soortgelijke heilige blijdschap zoudt begroeten, waarmee de vader en de moeder het kind ontvangen, als geschenk uit de hand van een schepper,
die het kind laat ontstaan, evenals de nieuwe tijdperken. Hij weet dat ik u jarenlang heb voorgehouden dat in deze tijd twee werelden botsen. Aan de ene zijde de nationaal-socialistische, fascistische, aan de andere zijde de democratische, de plutocratische, de oude wereld. Ik weet het heel plicht te doen. Alle NSB'ers zullen voortaan met uw gedachten zijn. Leef ons volk, leef ons vaderland, leef de Bond der Germaanse volkeren. Houd eens! Mussert had al in september 1940 de Nederlandse SS opgericht als bijdrage aan de fanatieke en gevreesde Duitse SS-troepen. Regelmatig vertrokken groepen vrijwilligers naar München om daar dienst te doen bij de SS-standaarte Westland. Maar eind juni 1941 viel Duitsland Rusland binnen en de Duitsers begonnen in Nederland nieuwe SS-troepen te werven voor deze strijd tegen het bolsjewisme. Er werd een vrijwilligerslegioen gevormd onder leiding van de gepensioneerde generaal Seyfarth, in de jaren 30 chef-staf van het Nederlandse leger, maar toen al geheim lid van de NSB. Sluit u zich nu aan bij degene die u reeds zijn voorgegaan. Doet mede om de geesten van het bolsjewisme van ons af te houden. Sluit u aan bij het vrijwilligerslegioen Nederland. Het gaat om Europa. Het gaat om Nederland. Het gaat om u en uw kinderen. Op voor Nederland! Generaal Seyfarths oproep had succes. Vele duizenden mannen meldden zich voor het vrijwilligerslegioen en vertrokken naar het Oostfront. Onder grote belangstelling wordt op het perron nogmaals afscheid genomen. En daar gaan deze jonge mannen voor een grote strijd van Europa. De Nederlanders waren slecht op de hoogte van wat er in ons land en daarbuiten werkelijk gebeurde. Duitse propaganda overheerste de gecensureerde kranten en de illegale bladen bereikten slechts een klein deel van de bevolking. Van de radio viel ook weinig te verwachten, want de Nederlandse omroepen waren vervangen door één Rijksradio onder Duits toezicht. Maar sommigen luisterden in het geheim naar Radio Oranje, dat vanuit Londen werd uitgezonden. Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Goedemiddag, luisteraars in Nederland, in Oost en West, op zee, of waar ook ter wereld. De eerste maten van Beethovens vijfde symfonie waren het herkenningsteken van het Nederlandstalige programma van de BBC. Omgezet in morsetekens leverde dat de V van Victory op. Voor veel Nederlanders was dit V-teken een uiting van stil verzet. Maar de Duitsers maakten daar handig gebruik van in hun eigen propaganda. Overal ziet en hoort men het V-teken. Het teken van de Duitse victorie in Europa. Na de nederlagen van Engeland in Polen, Noorwegen, Frankrijk en Afrika, op de Balkan en de Oceaan, en nu de vernietiging van zijn laatste machtige Europese bondgenoot Rusland. Wie twijfelt dan nog aan de eindoverwinning van Duitsland? Daarom fluit de V-melodie en draagt het V-teken. Zo helpt u mede aan de zege van Duitsland. Op allerlei manieren probeerden de bezetters de Nederlanders te beïnvloeden. Het gewetenloos bombardement op de vredige stad Rotterdam heeft het aantal wandaden der Engelse legerleiding weer met één vermeerderd, met als resultaat verwoeste woonhuizen en kerken. De Duitse propaganda maakte zich onmiddellijk meester van een Engels bombardement op de Rotterdamse haven in oktober 1941. Daarbij vielen veel burgerslachtoffers. Onnoemelijk veel leed is over de bevolking van Rotterdam gebracht.
120 slachtoffers, waaronder vrouwen en kinderen, vormen de balans van deze misdadige overval. Groot was het aantal rouwstoeten dat hij naar de laatste rustplaats bracht. Grafstenen klagen Engeland aan. Op nieuwjaarsdag 1942 inspecteerde Mussert de Nederlandse SS-troepen aan het oostfront. Het was er bitter koud, maar daar ging het thuisfront wat aan doen. In alle delen des lands heeft de oproep voor wollen en bondkledingstukken voor de troepen aan het oostfront die tegen het bolsjewisme strijden op grootse wijze gehoor gevonden. Zowel in Den Haag als in Rotterdam, waar we met de camera een reportage hebben gemaakt, maar natuurlijk ook in alle andere steden waren vele nijvere handen bezig de grote hoeveelheden kledingstukken die men kwam aandragen te sorteren en te verzenden. Met zeer veel liefde werden kleine en grote, eenvoudige en kostbare zaken samengebracht en met vreugde is geconstateerd dat ook talrijke Nederlanders uit alle kringen hun deel hebben bijgedragen. Warm ingepakt begonnen bijna 1000 schaatsers ook dat jaar weer aan een Elfstedentocht. In Dokkum komt de groep van 4, bestaande uit Zwierstra, De Groot, De Jong en Van der Bij, met 8 minuten voorsprong aan. Resten nog slechts 23,5 kilometer. Dit laatste stuk zal de beslissing brengen. Even voor het einde maakt Sietse de Groot zich van de kopgroep los en komt als eerste aan. Hij heeft de 200 kilometer afgelegd in 8 uur en 44 minuten en verbetert daarmee ruim het record van 1933. Als eerste vrouwelijke deelnemster arriveert Antje Schaap, die deze Elfstedentocht in 9 uur en 36 minuten heeft volbracht. Begin 1942 moesten alle kunstenaars zich aanmelden bij de Cultuurkamer, die onder leiding stond van de NSB'er Toby Goedewagen. Bij de inwijding liet Goedewagen al duidelijk blijken wat zijn ideeën waren over cultuur. Herr Rijksminister, dames en heren, onze generatie is zo gelukkig het beeld van een groot man voor zich te hebben, ja vlakbij zich te hebben, die die vrijheid bezit en die ten allen tijde zeker van zichzelf bleef en is. En in zijn geest willen wij in de Cultuurkamer verder arbeiden. Oh, oh, dat is zo fijn, want een beetje zonneschijn, dat moet te zijn. Het staat wel aardig zo mooi niet op de huid. Maar als je loopt er op je hoofd, dan blijft het dan maar liever uit. Wil je niet op, dan blijf je maar drinken, moet je maar nemen wat er maar komt. Hey, hey, hey! De populaire liedjeszanger Lou Bendy was weliswaar toegelaten tot de Cultuurkamer, maar hij werd enkele keren gearresteerd en tenslotte uitgesloten wegens anti-Duits gedrag. De kolenman was jarenlang een ongewenste man en brandde zwarte hand en iedereen verlaat. Die hebben ze hem zwart gemaakt en iedereen verstoord. Maar als hij nu moet komen, moet hij niet leren voor. Kolenman, kolenman, kom toch bij me thuis. Ik zit op bij de kool, ik heb geen kooltje meer in huis. Al ben je nog zo lastig, al maak je man van ons zwaar. Kolenman, kolenman, kom toch achteraan.
In Den Haag wordt een bokswedstrijd gehouden tussen Paul Goffou, de Belgische halfzwaargewicht, en Luc van Dam, de middengewicht kampioen van Nederland. Luc van Dam versloeg de Belg op punten. Het was een van zijn vele triomfen in de jaren. Tijdens de bezetting beleefde de sport een opmerkelijke groei. De Duitsers lieten de meeste sporten volkomen vrij, want daar dreigde voor hen geen gevaar. En het was vooral ook een goede afleiding voor de Nederlandse bevolking. In Hilversum vindt de zesde grote adelaarsrit plaats, de zogenaamde Ronde van Hilversum, waaraan renners uit Duitsland, België en Nederland deelnemen. Naast wielrennen en boksen was daar natuurlijk ook de jaarlijkse voetbalcompetitie. Er is een hevige strijd gestreden in het Haagse Zuiderpark. Het ging dan ook om niets meer of minder dan het voetbalkampioenschap van Nederland. En het Haagse ADO en Apeldoornse AGOVV betwisten elkaar den titel, waarmee de ADO ten slotte ging strijken dankzij een 5-2 overwinning. De kersenoogst is dit jaar goed uitgevallen. In de Betuwse boomgaarden zijn rappe handen in de weer om de oogst binnen te halen. Veel kersen gaan naar de conservenfabrieken, zodat wij ook in de winter van dit heerlijk fruit kunnen genieten. Een idyllisch landje met een nijvere bevolking. Zo schetste het bioscoopjournaal met enige regelmaat het bezette Nederland. En ook dit was nieuws. Moederweelde in de geitenwereld. Een Scheveningse geit en ook zijn baas is verblijd met de geboorte van 4 geitjes. Dat is een zeldzaamheid. Om alle 4 de geitjes tegelijk te kunnen voeden, wordt de geit gemolken en de melk in 4 flessen aan de jonge diertjes opgevoerd. Net als bij de grote mensen distributie, opdat ieder zijn rechtvaardig deel krijgt. Alleen zonder bonnen. Niet alleen was alles op de bon, maar Nederland moest ook bij gebrek aan import voor zijn eigen voedsel zorgen. En dat betekende dat zoveel mogelijk voedingsgewassen werden verbouwd. In deze tijd van voedselnood heeft ook de kweker van siergewassen begrepen dat het niet aangaat om op den oude voet voort te gaan. Het is nu ook zijn taak geworden om deel te nemen aan de voedselvoorziening van ons land. En een gedeelte van de cultuurgrond is thans bestemd voor de teelt van de noodzakelijkste voedingsgewassen, zoals aardappelen en winterpeen. Nederland voedt zichzelf. Onder dit motto is Nederland aan de productieslag getogen. Groot en klein, van alle rangen en standen is druk in de weer elk beschikbaar plekje grond te benutten om later zijn eigen boontjes te kunnen doppen. Het aantal volkstuintjes werd sterk uitgebreid. En verder werd elk stukje grond dat maar beschikbaar was benut om groenten te telen. Om onze groentevoorziening tot het hoogst mogelijke peil op te voeren, worden in alle steden in plantsoenen en parken groenten geteeld. Het merkwaardige van het geval is dat deze aanplantingen den aanblik van de plantsoenen volstrekt niet schaden. Integendeel. Dat kunnen deze beelden getuigen uit Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Maar wat doe je als je geen volkstuin hebt en niet bij een plantsoen woont? Iedereen heeft het recht op zijn tafel groenten en aardappelen te hebben. Maar alle maatregelen van de overheid worden het niet gedaan wanneer ieder voor zich groenten gaat halen buiten de veiling om. Daarom heeft de politie in de omgeving van de grote steden razzia's gehouden. En de gerechtigheid achterhaalt menige zondaar. Deze beelden waren ook te zien in een nieuw soort bioscoop. Het nieuwste snufje op spoorweggebied is de Spoorbio, waarvan het eerste exemplaar op station Utrecht in gebruik is genomen.
Een spoorwagon is getransformeerd in een complete bioscoop. Voor één dubbeltje kan de wachtende reiziger zich gedurende 20 minuten amuseren. De Spoorbio vertoonde, net als de Cineax, de verplichte journaals, korte films en daartussendoor Duitse propaganda. Op zijn reis door Nederland bracht Rijksminister Dr. Goebbels een bezoek aan de Grebbeberg. Op de graven van de gevallen Nederlandse en Duitse soldaten legde hij een krans. De erewacht werd gevormd door leden van de Jeugdstorm en van de Hitlerjugend. Een mooi symbool voor de gemeenschappelijke wil der jonge generaties van de twee Germaanse broedervolken om elkaar over de graven van het verleden de hand te reiken in onwrikbaar vertrouwen op de eindoverwinning van het nieuwe Europa. Rijkspropagandaminister Goebbels was de uitvinder van de nationaal-socialistische propaganda. En vooral de film speelde daarin een belangrijke rol. Op uitnodiging van de beauftraagde voor de stad Amsterdam, Dr. Schreuder, woont een tal van autoriteiten de feestelijke première bij van het filmwerk Rembrandt in het Rembrandt Theater te Amsterdam. De regisseur van de film, Hans Steinhoff, in gesprek met Dr. Schreuder. De film over Rembrandt was door het Duitse staatsfilmbedrijf UFA in Amsterdam opgenomen. Regisseur Hans Steinhoff wilde daarin aantonen dat Rembrandt door Joodse zwendelaars aan de grond was geraakt. Wat de Nederlanders toen niet in de bioscoop kregen te zien, was hoe de Duitsers werkelijk afrekenden met de Joden. Beelden die pas na de oorlog werden vertoond. Nederlandse Joden bijeengedreven in ghetto's en verplicht tot het dragen van de Jodenster. En dan vanaf 1942 de Entlösung, de totale vernietiging. Eerst naar het doorgangskamp Westerbork en vandaar op transport naar de gaskamers van de vernietigingskampen in Polen. Van de 136.000 Nederlandse Joden werden er meer dan 100.000 door de nazi's vermoord. Gewapend met de schop trekken de Nederlandse arbeidsmannen er dagelijks op uit voor het verrichten van veldarbeid. Er is altijd iets te doen in de buurt van zo'n arbeidskamp. En hier zijn de mannen bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor een nieuw kamp. Dat is geheel in de geest van de Nederlandse arbeidsdienst. Meewerken aan de opbouw van een gezellig tehuis, te midden van de natuur, waar de kameraden na gedane arbeid rust en verpozing zullen vinden. De opbouwdienst was inmiddels omgevormd tot de Nederlandse arbeidsdienst. Iedere jongeman die ging studeren of een openbare betrekking wilde, moest hier eerst zijn arbeidsdienstplicht vervullen. Vanaf 1942 werden in die arbeidskampen ook vrijwilligers geronseld om dienst te doen achter het Oostfront. De 450 Nederlandse jongelieden die onlangs van de Nederlandse arbeidsdienst zijn overgegaan naar de Rijksarbeidsdienst om vrijwillig dienst te doen in het Oosten, zijn nu naar hun bestemming vertrokken. Meisjes van de Nederlandse arbeidsdienst kwamen van hun kameraden afscheid nemen. De arbeidsmannen vertrokken naar het oosten. En Sinterklaas arriveerde in Amsterdam. Op zijn tocht door de hoofdstad werd hij door jong en oud hartelijk begroet. Maar ook de Goedheiligman had zich al in dienst gesteld van de nieuwe orde. Hij begaf zich tenslotte naar het concertgebouw, waar 1600 kinderen van Nederlandse frontsoldaten een onvergetelijke middag werd bezorgd.
Aan het eind van 1942 stond de NSB op het toppunt van zijn macht. Rijkscommissaris Sijs Inkwart kwam Mussert een verlaat Sinterklaas cadeautje brengen. Als vriendschap had de Führer uitdrukkelijk anerkend dat Mussert, de leider der nationalsocialistische beweging, de Führer des niederländischen Volkes is. In een grote bijeenkomst werd te Den Haag de herdenking gevierd van de dag waarop 10 jaar geleden het Duitse volk zijn lot gelegd heeft in de handen van Adolf Hitler. Het lot van de Duitsers en hun medestanders werd begin 1943 grotendeels bepaald door de strijd aan het Oostfront. Daar vochten ook duizenden Nederlandse SS'ers. In een der studio's van de Nederlandse Omroep te Hilversum waren velen bijeengekomen om via de microfoon hun familieleden die thans aan het Oostfront strijden toe te spreken. Hier is de stem van Nederland. Wij roepen op Henk Rotmans. Kamerad Rotmans, hier is uw zuster, mevrouw Lien Rotmans uit Arnhem. Lieve Henk, groeten van vader, moeder, Jan en mij. Het gaat ons goed, hopen voor jou hetzelfde. Je brieven ontvangen we steeds. Rosé. Legioenschütze Kees Tennekes. Hier is Riekje. Riekje, kom je ook even voor de microfoon. Zeg maar daar. Dag Kees, hier is Riekje. Vele hartelijke groeten. Fijn hè, je ons nu even hoort. Dag Kees. Rosé, Riekje. Maar het ging niet goed aan het Oostfront. Althans voor de Duitsers, die bij Stalingrad verpletterend werden verslagen. Toch vertrokken nog steeds Nederlandse vrijwilligers. En sommigen keerden als helden terug. Onze volksgenoot, de 19-jarige SS-stoerman Gerardus Mooiman, is onderscheiden met het Ridderkruis van het IJzeren Kruis. In den strijd ten zuiden van het Ladoga-meer heeft Mooiman als richtkanonier met zijn panzerafweerkanon op 1 dag niet minder dan 13 panzerwagens der Sovjets vernietigd. Mooiman is de eerste vrijwilliger uit de Germaanse landen die deze hoge onderscheiding ontving. De bevelhebber van het Nederlandse Vrijwilligerslegioen, generaal Seyfarth, werd begin februari door een Amsterdamse verzetsgroep geliquideerd. De generaal werd met militaire eer begraven. Voordat hij stierf, had Seyfarth nog kunnen vertellen dat de dader er had uitgezien als een student. Prompt werden honderden studenten opgepakt en verhoord. Een grote brand heeft Amsterdam in het bekende Rembrandttheater gewoed en dit totaal verwoest. Dankzij het kordate optreden van de brandweer heeft men kunnen verhinderen dat het vuur naar de belendende huizen oversloeg. Gelukkig zijn geen mensenlevens te betreuren. De brand in het Rembrandttheater was kennelijk aangestoken, volgens sommigen door het verzet. De stemming werd grimmiger en het aantal verzetsdaden nam toe. Spoorlijnen werden gesaboteerd, distributiekantoren en bevolkingsregisters werden overvallen. De bezetters reageerden daarop met tientallen standrechtelijke executies. Met veel vertoon van macht sloegen de Duitsers de april-meistakingen van 1943 neer. Die braken uit nadat bekend werd dat alle Nederlandse militairen weer in krijgsgevangenschap zouden moeten. Tientallen stakers werden doodgeschoten. Anderen werden naar concentratiekampen gestuurd en binnen een week was het verzet gebroken. Daarna begaf Rijkscommissaris Sijs Inkwart zich naar Twente, waar de staking was begonnen. In een massale bijeenkomst spreekt Rijkscommissaris Rijksminister Dr. Sijs Inkwart tot duizenden Duitse en Nederlandse nationaalsocialisten, arbeiders en Nederlandse volksgenoten. Hij verklaart hen de gebeurtenissen der laatste weken
reken scherp af met de joods-bolsjewistische ophitsers en geeft een overzicht van de sterkte van Duitsland. Met de volgende woorden schildert hij hen de toekomst. U kunt ervan verzekerd zijn dat, wanneer het vrede is, Europa een grotere bloei zal beleven. Dan zal een ieder met genoegen aan de arbeid gaan. Dan komt de levensvreugde die men op het ogenblik niet kan verwachten. Want nu is het de tijd van levensernst en strijd. Als reactie op het verzet en de stakingen gelasten de bezetters dat iedereen zijn radiotoestel moest inleveren. Maar honderdduizenden toestellen werden verborgen om toch naar Radio Oranje te kunnen luisteren. Ook fietsen werd een probleem, want er waren geen fietsbanden meer. Toch werd er zo goed en zo kwaad mogelijk doorgereden. Op massieve banden of op de kale velg. Tot de Duitsers de fietsen op straat in beslag gingen nemen ten behoeve van hun eigen weermacht. Veel dramatischer was de tol die de geallieerde luchtaanvallen onder de burgerbevolking eisten. Op 31 maart bombardeerde de Amerikaanse luchtmacht de Rotterdamse haven. Maar daarbij werden vooral de omliggende woonwijken getroffen. Regina Pacis, koningin van den Vrede. Zij ziet nu op een kerkhofsvrede die de Britse bommenwerpers in de dichtbevolkte arbeiderswijken van Rotterdam droegen. Volgens de tot nu toe binnengekomen berichten heeft de Nederlandse burgerbevolking bij deze Britse terreuraanval meer dan 220 doden, voor het grootste gedeelte vrouwen, kinderen en jonge mensen, en meer dan 400 gewonden te betreuren. Hele straten werden vernield en duizenden gezinnen werden dakloos. In deze tijd is het van veel belang om elk uur van zonlicht en zonnewarmte te benutten. In de grote steden waar zonnebaden niet zo gemakkelijk gaat, weet men toch van de genezende kracht van het zonlicht een dankbaar gebruik te maken. Zomer en zon. De oorlog was voor even vergeten. Het werd ook weer moederdag, maar dat ging toch wat anders dan we gewend waren. Evenals in Duitsland wordt ook in Nederland moederdag op waardige wijze gevierd. In Den Haag eert hoofddienstleider Schmid in een plechtige bijeenkomst de kinderrijke moeders en reikt daarna de erekruisen uit. Deze Schmid, de politiek adviseur van Sijs Inkwart, was Mussert steun en toeverlaat in zijn streven naar een onafhankelijk groot Nederland. In de zomer van 1943 bleek echter dat Mussert en Schmid hadden verloren. De SS kreeg het voor het zeggen en die wilde Nederland als een vazalstaat opnemen in het Groot Duitse Rijk. Schmid had geen enkele politieke macht meer en pleegde zelfmoord. De Duitse en Nederlandse nationaalsocialisten herdachten in een plechtige afscheidsbijeenkomst hun kameraad. De leider van de nationaalsocialistische beweging der Nederlanden, Mussert, herdacht de overledene met de volgende woorden. Wanneer ik het karakter van deze man, die ons zo dierbaar was, is en blijft, in het kort wil schetsen, dan kan dit met drie woorden geschieden. Eenvoud, moed en trouw. En weer werd een nieuwe SS-eenheid opgericht. De Landstorm bestond uit Nederlandse vrijwilligers die alleen in eigen land dienst zouden doen. Na de inspectie neemt de leider het woord. Hij onderstreept nogmaals zijn vertrouwen in de totstandkoming van een verbroedering der volken. Europa moet onaantastbaar worden. Eerst dan zal de vrede komen. Maar de onderdrukking nam nog toe en steeds meer Nederlanders moesten onderduiken.
In 1942 was de Noordoostpolder drooggevallen en dat werd een toevluchtsoord voor talloze onderduikers. Ze voelden zich daar zo op hun gemak dat de letters NOP werden vertaald met Nederlands onderduikersparadijs. Die onderduikers werkten in de landontginning en hielpen bij het binnenhalen van de eerste oogsten. In de drooggevallen Noordoostpolder, die een oppervlakte heeft van 48.000 hectare, is men druk bezig de eerste oogst binnen te halen. Op plaatsen waar verleden jaar nog water stond, ziet men thans onafzienbare rijen korenschoven. Op andere punten zijn geweldige dorsmachines aan het werk. In den drooggelegde Noordoostpolder, welke een oppervlakte heeft van 48.000 hectare, en waar enige jaren geleden nog een paar meter water stond, verrijst Emmeloord, het eerste dorp en tevens hoofdplaats van deze polder. Maar sommige boeren gingen een andere kant uit. 40 Nederlandse boeren vertrokken naar het Oostland, waar zij na een korte scholing op landbouwbedrijven zullen worden ingezet. Zij vertrokken met de vaste wil hun aandeel bij te dragen aan de voedselvoorziening van Europa. Vele familieleden en belangstellenden deden hen uitgeleiden. Ook boerenleider Roskam was aanwezig om afscheid te nemen. Boeren in uniform, voornamelijk NSB'ers, gingen een toekomst opbouwen in de door de Duitsers veroverde Oekraïne. Maar eerst moesten ze Russisch leren. Сегодня мы продолжим 16 урок русского языка. Dat betekent, mijn heer, dat wij gaan vandaag door met de 16e les van de Russische taal. In Hoofddorp worden in de school van de landstand, in opdracht van de Oostcompagnie, boeren voor de inzet in het oosten opgeleid. Ja, Theo. Ja, jij zijt die zeeër, hij zijt een zeeër. Wij zijn niet zeeën, jullie zijt wie zeeërtje, zij zijn aan die zeeuwt. Vele scholieren hebben gehoor gegeven aan de oproep van de onderwijsinstanties om hun medewerking te verlenen bij het binnenhalen van de oogst. Het voordeel hier is tweeledig. Zij werken mede aan de voedselvoorziening en profiteren tegelijkertijd van de buitenlucht. De hulp van de schooljeugd was ook een bittere noodzaak, want de Nederlandse mannen werden weggevoerd naar Duitsland om daar in de oorlogsindustrie te werken. In ons eigen land ontstond een chronisch tekort aan arbeidskrachten. Kinderen en vrouwen moesten het werk doen. De eerste groep van 20 conductrices zal spoedig in Den Haag haar intrede doen. Deze meisjes, een keuze uit 150 gegadigden, worden alvorens zelfstandig dienst te gaan doen, terdege op hun taak voorbereid. Conductrices zijn thans ook de Haagse vrouwelijke postbestellers in actie gekomen. Met hun eerste bestelling trokken zij er welgemoed op uit. Zwolle heeft de primeur van een merkwaardige plaatsvervanging der mannelijke arbeidskrachten. Een 19-jarig meisje heeft het aangedurfd toe te treden tot het gilde der schoorsteenvegers.
Met haar baas oefent zij nu dit ambacht uit. Recordjacht in het Olympisch Stadion te Amsterdam. Een poging om de 3000 meter te verbeteren. In schitterende stijl brengt een jonge loper het publiek steeds weer in vervoering. Slijkhuis, tot op heden een nationale figuur, werkt zich plotseling op tot internationale hoogte en verbetert het record met 8/15 seconde. Hij loopt de 3000 meter in 8 minuten 31/1 seconde. 1943 was een uitstekend sportjaar en er werden diverse records gebroken. Annie Blankers-Koen doet een aanval op het wereldrecord 100 meter. Ten einde de tegenstand zo groot mogelijk te doen zijn, loopt zij tegen enkele herenatleten en slaagt er inderdaad in een bijzondere tijd te noteren. Zij loopt de 100 meter in 11,5 seconden, verbetert daarmee haar eigen record en egaliseert het wereldrecord. Nieuwjaarsreceptie bij den Leider. Duitse en Nederlandse nationaalsocialisten bieden hun gelukwensen aan. Een beetje geluk konden de Duitsers en hun bondgenoten in 1944 wel gebruiken. Want in Europa begon het er slecht voor hen uit te zien. In Rusland werden hun legers steeds verder teruggeslagen. De geallieerden waren het jaar tevoren op Sicilië geland en bondgenoot Italië had gecapituleerd. Duitse steden en industriecentra werden intussen stelselmatig vernietigd door geallieerde bommenwerpers. Op 22 februari 1944 maakte een verdwaalde formatie Amerikaanse bommenwerpers een afschuwelijke vergissing. Terwijl ze dachten dat ze boven Duitse steden vlogen, lieten de Amerikanen hun bommen los boven Enschede en Nijmegen. De gevolgen waren rampzalig. In Nijmegen kwamen 800 burgers om het leven. Door het afwerpen van talrijke brisantbommen in de binnenstad tijdens de spitsuren van het verkeer waren de verliezen onder de burgerbevolking hier bijzonder groot. Overal werden hulptroepen aan het werk gezet die doden en gewonden uit de verwoeste huizen halen. Na Enschede en Nijmegen is ook Den Haag het doel van een aanval van Anglo-Amerikaanse bommenwerpers geworden. Zij wierpen spring- en brandbommen op een dichtbevolkt stadsdeel, waardoor uitsluitend aan openbare gebouwen en woonhuizen ernstige schade werd toegebracht. De Nederlandse burgerbevolking heeft 60 doden en vele zwaar gewonden te betreuren. Dit bombardement was op verzoek van het Nederlandse verzet uitgevoerd. Want in een van de gebouwen bevond zich het centrale bevolkingsregister, dat door de bezetters werd gebruikt bij het opsporen van valse persoonsbewijzen. Ondanks die oorlogsellende gingen in Amsterdam de Nederlandse biljartkampioenschappen gewoon door. Kampioen 1944 werd de 19-jarige Kees de Ruiter.
Aan onze voedselvoorziening voor de komende winter wordt allerwegen hard gewerkt. In de Haarlemmermeerpolder worden de landerijen geploegd en bemest. Dan worden de aardappels gepoot. Dit was zo ongeveer het laatste onderwerp van Tobis Hollands Nieuws. De bezetters vonden het niet pro-Duits genoeg en de oorlogsontwikkelingen vergden een fermere aanpak. Vanaf mei 1944 stelden de Duitsers zelf het bioscoopjournaal samen, met veel oorlogspropaganda en wat vriendelijke Hollandse onderwerpjes. Tobis Hollands Nieuws verdween van het bioscoopscherm. Niet alleen in ons land, doch overal langs de Europese kusten heeft Duitsland voorbereidingen getroffen om een eventuele invasie het hoofd te bieden. Het door de Duitsers samengestelde bioscoopjournaal heette weliswaar Nederlands Nieuws, maar het was vooral bedoeld om de Nederlanders te laten beseffen dat Duitsland nog sterk en machtig was. De Atlantikwaal leek een onneembare vesting langs de kust van Noorwegen tot de Spaanse grens. Want daar ergens werd een geallieerde invasie verwacht. En de invasie werd werkelijkheid. Op 6 juni 1944. Een datum van wereldhistorische betekenis. De bondgenoten van Moskou, de Britten en Amerikanen hebben besloten de reeds ruime tijd geleden aangekondigde en door Duitsland verwachte invasie door te zetten. In de eerste uren van de 6e juni begint de militaire actie. Sterke vlooteenheden van twee grote mogendheden naderen de Europese kust. Een enorm geallieerd invasieleger landde op de kust van Normandië en brak door de Duitse linies. Maar de Nederlanders volgden in de bioscoop de Duitse kijk op de gebeurtenissen. Duitse tanks vallen aan. Ook op andere plaatsen wordt de vijandelijke aanval tot staan gebracht. In de kleine kustplaatsjes woeden verpitterde straatgevechten. De beslissende strijd om Europa is begonnen. Nationale baankampioenschappen wielrennen in het Olympisch Stadion Amsterdam. Finale algemeen Nederlands sprintkampioenschap. De professional Remkes wordt door de amateur Kropman geslagen. In Nederland was nog weinig te merken van de strijd om Europa. De gevechten in Frankrijk woedden in volle hevigheid, maar de Nederlanders werden bezig gehouden met sport en spel. De belangstelling voor de volksdans in ons land groeit met de dag. Een cursus voor volksdans in de jeugdherberg Rijnauwen te Bunnik. Het instuderen van een molendans. Skutjeszielen, hardzeilen, ditmaal voor Friese schippers. Sinds 12 jaar was deze beroemde wedstrijd bij Eernewouden niet meer gezeild. Nu kunnen de schippers weer kracht en snelheid van zichzelf en die van hun beurt- en vrachtschepen meten.
Terwijl deze idyllische plaatjes voorbij gleden, vroeg menige Nederlander zich toch in spanning af hoe het met de invasie ging. Aan het invasiefront. In het onoverzichtelijke gevechtsterrein West-Frankrijk trachten de Anglo-Amerikanen met hun tankformaties steeds weer verrassende aanvallen te doen. Parachutisten vallen aan op een weg die onder vuur van de vijandelijke artillerie ligt, dat hen dwingt in dekking te gaan. Het commentaar was nu wat minder heroïsch, want de Duitsers werden voortdurend teruggeslagen. Eind augustus hadden de geallieerde troepen Parijs veroverd en waren ze al in Noord-Frankrijk. Stormartillerie op vrachtauto's bereidt de Duitse tegenaanval voor. Begin september kwam er een einde aan dit Duitse oorlogsjournaal. Want de strijd naderde Nederland en de bioscopen werden gesloten. Pas na de oorlog kregen de Nederlanders deze beelden te zien. De snelle opmars van de geallieerden door Frankrijk en België en de bevrijding van Maastricht. De bevrijding van heel Nederland leek nabij. De operatie Market Garden moest de laatste Duitse weerstand breken. Maar het liep anders. De slag om Arnhem, de laatste schakel in die operatie, mislukte. Na de vergeefse strijd om de Rijnbrug werd Arnhem een spookstad. Verlaten door zijn inwoners en leeggeroofd door de Duitsers. Het zuiden was bevrijd, maar de geallieerde opmars kwam tot stilstand. En voor West-Nederland werd dat een ramp. Bij het begin van de slag om Arnhem had de regering in Londen een algehele spoorwegstaking afgekondigd. En de Duitsers verboden toen ook levensmiddelen vervoeren met binnenschepen. In de grote steden dreigde een ernstig tekort aan voedsel en brandstof. Elk korreltje graan had nu waarde. In de laatste maanden van 1944 zagen de Nederlanders in het westen met stille woede hoe de Duitsers fabrieken en havens vernielden en hoe ze hun laatste vergeldingswapens, de vliegende bommen, naar Engeland stuurden. Begin 1945 was er geen steenkool meer en er was geen gas. Bomen in parken en straten werden gekapt om toch te kunnen koken. Maar er was ook praktisch geen voedsel meer in de grote steden van het westen. Tienduizenden maakten lange hongertochten om op het platteland nog wat eten te bemachtigen. Suikerbieten en tulpenbollen vormden tenslotte het enige voedsel. En elke dag stierven tientallen mensen aan uitputting en ondervoeding. In het bevrijde zuiden, bij het dorp Ede in Zeeuws-Vlaanderen, zette koningin Wilhelmina op 13 maart 1945 voor het eerst weer voet op vaderlandse bodem. De koningin bezocht het ondergelopen Walcheren, waarvan de zeedijken eind 1944 door de geallieerden waren gebombardeerd. Inmiddels was het front weer in beweging gekomen.
Vanuit Nijmegen waren de geallieerden in februari begonnen met het Rijnlandoffensief richting Duitsland. Het oosten van Nederland werd dan ook vanuit Duitsland bevrijd. In de eerste helft van april drongen de geallieerden in Twente en de Achterhoek door. Zutphen werd pas na zware gevechten veroverd. Met een hevige artilleriebeschieting begon op 12 april de strijd om Arnhem. Vol trots meldde het Canadese oorlogsjournaal hoe Britse troepen daarna de IJssel overstaken en de stad innamen. 7 maanden na de mislukte slag. 8000 rounds of ammunition from Canadian guns clear the way for British infantry to take Arnhem. It's a great day for the Tommies. At long last they have taken revenge. En zo namen de Britten revanche voor hun kameraden die in september 1944 een zware nederlaag hadden geleden. The men of Arnhem. Na de provincie Friesland werd Groningen door de Canadezen bevrijd. En over de Veluwe trokken andere Canadese troepen in snel tempo op naar het IJsselmeer. In Harderwijk kozen de Canadezen positie langs de IJsselmeerkust. De Duitsers waren ingesloten in Holland en Utrecht. So ends victoriously the magnificent drive through mud and flood to the Zuider Zee. In het nog bezette West-Nederland kwam op 29 april voedsel uit de hemel vallen. Engelse bommenwerpers dropten tonnen levensmiddelen voor de hongerende bevolking. En eindelijk, op 5 mei, kwam de bevrijding. In het zwaar gehavende hotel De Wereld in Wageningen capituleerden de Duitsers. In tegenwoordigheid van prins Bernhard ondertekenden de Canadese generaal Fawkes en de Duitse generaal Blaskowitz de capitulatieovereenkomst. Met leedvermaak zagen de Nederlanders hoe de Duitse troepen wegtrokken om hun wapens in te leveren. Aan 5 jaar bezetting en onderdrukking was een einde gekomen. Nederland was weer vrij en de geallieerde bevrijders werden stormachtig verwelkomd. Toen het Polygoonjournaal in september 1945 weer in de bioscopen verscheen, was de euforie al grotendeels verdwenen en werd de balans opgemaakt. 30.000 burgers waren door oorlogshandelingen om het leven gekomen. 100.000 Joodse Nederlanders stierven in de vernietigingskampen. En er was veel vernield. De Wieringermeer, eens een vruchtbaar stuk land met veel moeite en energie op de zee gewonnen. Eens de graanschuur van West-Nederland. Op het laatste ogenblik en nutteloos door de Duitsers onder water gezet en grondig vernield. Middenmeer, het centrum van de polder. Vooral in de laatste fase van de oorlog waren enorme verwoestingen aangericht. Nijmegen lag 7 maanden in de frontlinie en was een ruïne geworden.
Meer dan 1 miljoen Nederlanders hadden huis en haard verloren. In de door den oorlog geteisterde gebieden is de woningnood hoog gestegen. Noodtoestanden zijn ontstaan waarin vooral met het oog op de snel naderende winter ten spoedigste moet worden voorzien. De enige oplossing is om in grote getale noodwoningen te bouwen. Permanente woningbouw zou veel te lang duren en er is geen materiaal voor beschikbaar. In Polygoons terugblik op het bevrijdingsjaar werd de toestand in ons land dramatisch verwoord door de actrice Aaf Bauer. Almachtig God, Gij die ons met uw hand geplant hebt tot een volk hier in dit land. Hoe schoon de lof in het vermaarde lied. Maar het land van nu is het oude Nederland niet. Geschonden zijn de mensen en de steden. Op menig graf wordt schreiende gebeden. Wat om een hechtheid door de eeuwen werd gespaard, verging tot gruis op overschroeide aard. Maar er was ook hoop op de toekomst. En die werd uitgesproken door de jonge actrice Hella Haase. Leven vrij en weer in vrede, zo zingt het in ons bloed. Het lied van de vlag en het lied van de zee. Weer drijven de wimpels de vroomheid en moed tot achter de horizon mee. Voor daders en durvers is ruimte genoeg. Vooruit ligt ons heil in de koers van den boeg. Met trots en vertrouwen, met geloof en vorstin. Het oude jaar uit en het nieuwe jaar in.